Als we ja stemmen, dan is het kat in het bakkie en gaan ze gewoon lekker verder. En hebben we binnenkort de Balkan, Oekraïne, Moldavië, Turkije, allemaal bij de EU. Ik denk dat we dat niet moeten willen. Ongelooflijk blij dat u er allemaal bent. Wat geweldig. Ik vind dat er meer referenda moeten komen over de Europese Unie, onze betrokkenheid binnen de Europese Unie, over de machtsoverdracht naar de Europese Unie. En eigenlijk is ieder onderwerp rond de Europese Unie goed voor een referendum. Het ironische is, ik ben eigenlijk voor een goed associatieverdrag. En de enige manier om een goed associatieverdrag te krijgen is om dit gedrocht van een verdrag af te keuren. Ik ben tegen het associatieverdrag omdat het met een staat is die geen enkel democratisch gehalte heeft. En dat is het laatste wat we op dit moment in Europa kunnen gebruiken. Wat er nu geregeld is in het verdrag, artikel 145, is dat we vrij verkeer van kapitaal hebben, terwijl er ontzettend veel corruptie is in die landen. Ik wil dat de EU ingekrompen wordt tot de landen die zich wel aan de afspraken houden. Ik vind het ook dat je de Oekraïners best een kans kan geven om erbij te horen, maar dat heeft gewoon tijd nodig. Ik vind de doelstelling om democratie terug te brengen in deze samenleving een zaak die iedereen zou moeten aangaan.